Nou, welkom allemaal. Welkom bij deel 3 over Sam. We gaan verder met het filmpje waar we de vorige aflevering gebleven zijn. En ja, laten we maar doorgaan. Dead gods, one of the greatest gods of Hinduism. Shiva, Vishnu en Brahma. Brahma is the god of creation. Vishnu is the god of preservation. But Shiva is the god of destruction. The way the Hindus sees it is that when Shiva... Wat deze man hier zegt is dat Shiva is dus de godin of god van vernietiging. Brahma is de god van vernieuwing. En je hebt nog één, ik ben even de naam vergeten, van behouden. Dus het behouden van bepaalde staten. Zoals je hier ook ziet, zie je hier ook een rare gezicht. Het is een beetje een sinister filmpje. Maar ja, dit gaat dus over de god Shiva. Shiva destroys, it's not for the purpose of annihilation. He destroys so that Brahma can come and recreate. So now when the Hindu, since they're scientists to CERN, they put this out there in front. And so what these people are doing... Zoals je hier ziet, hij zegt hier ook onder andere van wat ik volgens mij ook al eerder benoemd heb, dat Shiva dus vernietigt en dat Brahma opnieuw maakt. En je ziet deze mensen hier dansen en dit is onder andere van het bedrijf zelf en je ziet dat die dans heel erg overeenkomt met die dans van die god die je net zag. En die god Shiva, we noemen het als Shiva, want dat is in het Hindoestaans, in het Hindoeïsme is dat zo, maar voor ons, zeg maar als christenen zijnde, is dat Apollyon. Dat is Apollyon die hier in de Bijbel beschreven staat, dat is Shiva, alleen dan in een andere ander gedeelte van de wereld en andere geloven over het eigen, maar het is dezelfde God. Doing with a collider is destroying what comes together, but for the purpose of recreating and find out what brought it into existence to begin with. Are you following me? Yeah. Now here we have men that are scientists on an average of an IQ of anywhere from 160 to 200 or even above. These are some of the smartest brains in all the world. No, that's no question about it whatsoever. I pick up physicists and try to read some of this stuff. I think, didn't I? Forget me. That's for a brain that is wired that way. No question. But we were told when Darwin's theory of evolution came out and became vogue that it would destroy the foundations of Christianity, and this old book that we hold in our hands, this old outdated Bible, would no longer be relevant, and a lot of people bought into it. Because after all, Darwin is scientific. But it's an amazing thing now that 150 years later, we have some of the greatest scientists. Wat hij hier zegt is dat bijvoorbeeld de Darwin's theorie, de evolutietheorie, toen dat bijvoorbeeld kwam, dat mensen zeg maar eigenlijk al zeiden, dit is het begin van dat we de Bijbel niet meer nodig hebben. Dat we toen een tijd al gezegd hebben dat het de vernietiger zou zijn van de Bijbel, de kennis van de wetenschap. Dat die de Bijbel zeg maar zou vernietigen, in zekere zin. En nu, 150 jaar daarna, hebben de meest slimme wetenschappers die bezig zijn met onderzoek naar de creatie van de aarde. En eigenlijk terugkomen bij de principes die in de Bijbel beschreven staan. Dus dat is heel bijzonder. De meest slimste mensen over de hele wereld die hierover aan het nadenken zijn. En eigenlijk komen ze dus achter hoe groot God eigenlijk is. Of ze dat nu willen erkennen of niet. That becoming very religious. Because here they've got Shiva, they've got dances to Shiva, and they are definitely being connected with Shiva as their finding thing. Let me give you one example. In one of their collisions, when they collided these particles together, they saw things. They were apparitions. They didn't expect to see. They didn't fit in any model. They didn't fit anywhere. They don't belong, but they could not deny the reality of it. Something was going on inside there that they could not explain. And it was scary for them. For the scientist has his paper and his pencil and his books, and if it doesn't fit in his paper and his pencil and his books, it's out the window. They don't... Ja, wat hij hier zegt is, zij hebben onderzoek gedaan, en ze geloven niet in principe, maar voor wetenschappers die niet geloven, waarom doen ze dan van zulke dansjes van Shiva? Waarom doen ze dat? Waarom
Ze zien dingen die ze nog nooit gezien hebben, die ze niet kunnen ontkennen. Ze zagen entiteiten die onverklaarbaar waren, die niet menselijke vormen hadden. Zij zijn tegengekomen waar ze gewoon bang voor werden. Dus ze hebben dingen gezien die de atheïst de pet te boven gaat. Dus langzaam maar zeker worden ze wel gelovig, maar misschien niet in het goede, laat ik het zo zeggen. Understand, they have a hard time accepting the fact that there is a spirit world out there. That spirit world was created by a spirit being. An almighty, eternal, absolute being that is from everlasting to everlasting, who put in me what I am today by the power of Almighty God and by the power of the new birth. But a scientist like that will never admit that, because that takes it out of his control and his power. He's got to be able to demonstrate his theory and put it into motion. But anyway, I don't want to get ahead of myself. I want to leave this with. Wat hij hier dus zegt is, door deze ontdekkingen komen ze eigenlijk achter hoe groot God is en wat hij doet. Maar zij zullen dat nooit willen erkennen. Zij zijn alleen maar geïnteresseerd in hun eigen theorie, in hun eigen denken. En als het niet klopt bij wat ze denken, zullen ze nooit zeggen van God bestaat echt. Nee, er is wel een verklaarbare reden voor, dit is gewoon niet relevant. Dus eigenlijk zijn ze eigenlijk een struisvogel die hun hoofd in het zand steken op het moment dat het over God gaat. En terwijl iedereen, elke christen weet dat God dit gecreëerd heeft. I want you to think about what I'm saying. Stephen Hawking, and a theoretical physicist, has warned these people. You are about to open Pandora's box. And once you open Pandora's box, you cannot put back in what came out of that box. Now let's talk about some of the stuff that's going on. I think I'm trying to lay a foundation for you to get you to understand what we're dealing with. So the house, you take it apart and you see the glue and you find it in its hardened state, and then you want to find out, what can I do to bring this back to its original state, and then what can I learn from that? Wat hij hier dus zegt gaat weer over de lijm, onder andere. Dus eigenlijk waar ze mee bezig zijn, ze waren in eerste instantie bezig met hoe lijm vloeibaar zou worden. Dus hoe, en dan vervolgens willen ze weer kijken hoe ze het van vloeibaar weer naar solide maken. Dus eigenlijk hoe God iets gemaakt heeft en vervolgens op het moment van maken was het vloeibaar. En op het moment dat het weer solider wordt, was het uitgesproken en was het zichtbaar en fysiek aanraakbaar. En zij willen dus weten hoe dat zit om vervolgens dit zelf te kunnen begrijpen en misschien eventueel ook zelf te kunnen toepassen. So you've got to be able to take it back. You've got to be able to go back. You've got to move through time. That's what you're doing. You're moving through time. This is what it's about. They want to know what that matter was like before it came into its present form. They must determine what holds it together. They must break down the element and see what holds it together. Now, folks, if you know your Bible, you know what's holding it together. This is a big deal to these people. What's holding this together? The Bible says all things are uphold or withhold, upholded by the word of his power. A word is a spiritual thing. You can never put it under a microscope, but it's real. Who sealed you until the day of redemption? The Holy Ghost. Who put life inside your soul, where your heart is set on fire when you read his word and pray? The Holy Ghost. Who in this house would deny this morning the reality of a spirit being that saved you and wrote your name in the Lamb's Book of Life and indwells you right now? They want to know. They want to find out. CERN allows them to examine particles in their initial state. Wat hij dus zegt, hij zegt hier dat ze vragen zich af, wat houdt alles bij elkaar? Wat houdt de wereld bij elkaar? Wat houdt het universum bij elkaar? En voor ons christenen is dat duidelijk. God houdt alles bij elkaar. Jezus houdt alles bij elkaar. Dat is waarom wat alles ontstaan is. Dat is waar
alles vast is. Maar zij vragen zich nog steeds af, want ze willen niet herkennen dat God dit is. Ze willen dit voor zichzelf hebben. Ze willen, waar ze mee bezig zijn, is God buiten spel proberen te zetten. Van God, we hebben u niet meer nodig. Not after it's bonded together. So what has come from CERN? Now listen carefully what I'm going to say to you. I'm not, this is not exhaustive, but this is what I've gotten so far. What has come out of this? They have a list of their accomplishments, their achievements, and all of that. That's all well and good. But one thing for certain is what's called antimatter. How many's ever heard of antimatter? Antimatter. Now, if you'd asked me 2 weeks ago what antimatter was, I'd have said, well, it's matter, it's against matter. I didn't have a clue. I wouldn't know where to start, where to end, where I was if I got there. Let me tell you what antimatter, some of the characteristics of it. There are those that believe that for everything in the universe that is matter, that there is a corresponding antimatter. Hij heeft het hier over materie, over wat CERN mee bezig is en wat ze uitgevonden hebben. En materie, ze geloven dat er antimaterie bestaat. En eigenlijk wat dat inhoudt is dat er zowel voor gewone fysieke materie ook duistere materie is. Dus dat zowel een positief, je zag net hier een plus en een min, een plus element en een min element, dus een duistere materie. En daar zijn ze nu mee onderzoek aan het doen, specifiek naar de duistere materie. Finding that there's a connection between the two. That matter, for example, if you take a piece of wood, it's matter. This is matter. This is matter. Matter. Matter is something physical or something real, all right? If you act upon it, act upon that matter, it can burn wood, for example. You've acted upon it, but you've had to act upon it. You've had to do something to cause the wood to burn. Wat hij hier dus zegt, hij geeft hier een voorbeeld van een stuk hout. Hout is materie, is voelbaar. Dit is materie, is staal. Op een moment, je hebt dus fysieke materie en je hebt antimaterie of duistere materie. Duistere materie is niet grijpbaar. Maar het is wel noodzakelijk voor fysieke materie om te bestaan. Op het moment, zoals je ziet op dit luciferdoosje, is een stukje hout en een stuk iets. Wij zetten iets in actie door een bepaalde beweging te maken. Dus bijvoorbeeld onze aansteker aan, als ik mijn telefoon pak en ik druk op dit knopje, is zeg maar, wij zetten iets in actie. Antimaterie heeft dat niet nodig en dat gaat hier verder nog in over vertellen. Antimatter, on the other hand, is a very unstable thing that does not need to be acted on. Unless you do something to contain it, it's going to burn. It's very volatile. Wat hij zegt, dus de antimaterie heeft niet iets nodig om het aan te zetten, alleen iets om het te bewaren. Dus eigenlijk, dat klinkt misschien heel moeilijk, maar je hebt bijvoorbeeld in CERN heb je dus die ring. En van wat ik net zei, die antimaterie moet je alleen bewaren in een bepaald iets. Want als je dat niet doet, het enige wat het doet is branden. Dus daarom moeten ze het zo koel houden en het bewaren, want anders gaat het exploderen als ze er meer van dat spul van gebruiken. Het is heel instabiel, onvoorspelbaar. Het is heel onvoorspelbaar. Ze weten eigenlijk niet goed wat het is, maar ze proberen het beter te begrijpen. En het is very, very, very uncertain as to what all it's capable of doing. Antimatter is a product of this experimentation in CERN, Switzerland. Antimatter is coming from it. Antimatter is so powerful that one man says that one grain of antimatter is the equivalent of 4 atomic bombs that were dropped on Hiroshima. Ja, wat hij hier dus zegt is, het product van wat CERN eigenlijk gemaakt heeft, is dus deze duistere materie. Dat levert die enorme energie op. En ze hebben dus heel veel energie, en dat vertellen ze ook in hun programma, dat ze daarmee bezig zijn. Het is een kernenergiebedrijf, onder andere. En 1 zo'n gram van die duistere materie staat 1 gram. Dus ik weet niet, ja, het is misschien een korreltje. Het stelt niks voor, is vergelijkbaar aan 4 bommen
atoombommen die bijvoorbeeld in Japan, op Japan zijn gegooid. 1 gram, dus misschien een korreltje, is zoveel energie. Moet je voorstellen als daar een hand vol van is. Of een vat. I got on the internet and did a little research, and I found out, they call it Little Boy, the first bomb that was dropped on Hiroshima, that later on the one on Nagasaki. I thought, what was in that bomb? What exploded? You know, we understand nuclear fission and all these other big terms. We understand some kind of a nuclear reaction took place. Everybody knows that, right? Some kind of a nuclear reaction took place. But then I got to digging a little deeper and I said, now, what was in there? And from what I can find out, it was no more than from 9 to 13 grams of something inside their matter that exploded. And so I have to understand their scale. What are you talking about? You're talking about a handful? It doesn't sound like much to me, does it? In other words, the bomb that exploded at Hiroshima, when they split the atom, when they released the energy from the atom by the process they used, are you telling me that there was no more there than what would be a handful? I'm not saying I understand all that, but I want you to think about it for a minute. If no more than a handful of this material, this matter, that's what you'll get if you look on Wikipedia and some of these research, it'll say matter. It'll say 8 to 13 grams of matter was used to explode and release energy and heat. And I would imagine, I don't know their scale, I don't know, in other words, is their gram the same as a gram of peanuts, a grain of peanuts or something, or is it a different scale? I don't know. But it wouldn't seem to me to be a whole lot to begin with. Wat hij dus zegt is, hij ging zelf onderzoek doen naar de atoombom. En hij ging dus opzoeken wat de ingrediënten daarvoor waren. En hij kwam er dus achter van dat er ongeveer 9 à 13 gram aan gewone materie in zat. Maar dat is gewone materie. Dat is niet duistere materie of antimaterie. Daar is 1 gram dus vergelijkbaar aan 4 van dat. Dus je ziet steeds filmpjes van explosie en de hitte die erbij vrijkomt. Zeg maar, de mensen die heel dicht bij de explosie zaten, die gingen gewoon tot stof. Er bleef gewoon niks meer van over. Het is een hoopje as. Zo heet was het. So, if that did that, 1 grain of antimatter is the equivalent of 4 of them. How much is 1 grain of antimatter? They say it takes a long time to produce a single pound of antimatter. But now, because of their technology and what they're doing at CERN Switzerland, that they can produce this stuff much quicker, and they're beginning to produce antimatter. When they produce antimatter, strange things happen. They took some of it and they put it in a college. They won't name the college, and for reasons I understand. And the college had the facilities to contain it. Antimatter has to be Wat hij hier dus zegt, CERN is in staat om deze materie dus met zoveel energie van 1 gram vergelijkbaar aan 4 atoombommen. Zijn zij in staat om dus heel snel of relatief snel te produceren om zoveel energie vrij te krijgen. Alleen wat blijkt nu is op het moment dat zij deze energie maken, en dat hebben ze ook getest bij een college, dat vertelt hij hier. Ze hebben de naam daar niet bij vermeld om goede redenen. Ze hebben dus onder die school gehad dus de faciliteiten om die energie zeg maar te kunnen bewaren. Want het moet bewaard worden, want anders wordt het instabiel en wordt het onvlambaar en explodeert het. Maar zij hielden dat dus en mensen die kregen last van klachten, die gingen stemmen horen, die gingen rare dingen zien, er gebeurden demonische activiteiten. Die gebeurden in dat gebouw door het gebruik van deze materie. Contained. So they put it in the college. To contain it, strange things started happening at the college. People started hallucinating, having visions,
People were going wild. All kinds of crazy stuff was happening. Ze begonnen te hallucineren, ze kregen visioenen. Dat zijn een paar van de symptomen die zij kregen in de school. Door het opslaan van deze materie onder hun school. Dus misschien, ja, je kun je afvragen hoeveel materie was dat, hoeveel energie was het. Misschien was het maar een korreltje. Maar daar is waar één korreltje voor in staat is om dat bij mensen teweeg te brengen. Apparitions. In plain words, there's a connection between this stuff and the spirit world. Now, don't you think for a minute. Don't get ahead of it, just think. The Bible said, he that letteth will let until he be taken out of the way. 2 Thessalonians chapter number 2. God Almighty is going to let them go so far, but he's not going to go any further. The spirit world, folks, is not affected by the physical. Demons, all this other stuff, probably couldn't care less whether you've got matter or antimatter. It's a spirit being. But to fit into the great deception that's coming, and it's coming, and it's about here right now. I mean a deception like this world has never known before. To fit into this great deception, they can sure draw these men in to make them think that because they have reached this certain point in their scientific analysis, that they're bringing in these spirit beings. It'll make true believers out of them. But it'll do more than make true believers out of them. NASA said just a few days ago, that by the year 2020, that we will definitely come in contact with aliens, beings from another planet. Now we're talking about scientists. Waar hij hierover vertelt, hij zegt dus eigenlijk wat wetenschappers ontdekken is door die duistere materie dat er een spirituele wereld is. Daar komen ze eigenlijk achter. En die spirituele wereld kunnen ze misschien wel denken, de spirituele wereld staat los van de fysieke wereld in zekere zin. Die wezen, dus de engelen en zo en de demonen zijn niet tastbaar voor ons. Ze zijn niet fysiek tastbaar op dit moment. Zij hebben geen last van wat wij doen op deze aarde. Dat maakt hun helemaal niks uit. Zij worden niet beïnvloed door die materie. Dat doet hun niks. En wat hij hier ook zegt. Luister anders maar een stukje verder. We're talking about Darwin's crowd. We're talking about the crowd that threw the Bible out and said it's old, archaic, anachronistic. It doesn't belong today. We're talking about that bunch. We're too smart for the Bible. We're scientists. Yet this crowd is saying that it just... Wat hij je zegt is eigenlijk dat die slimme geleerden die zeiden van we hebben de Bijbel niet meer nodig. De Bijbel is onzin bewijzen van... spirituele wezens, demonen, dat soort dingen. NASA heeft gewoon erkend dat er gewoon buitenaards leven is. Dat buitenaards leven misschien gezien wordt in de vorm van aliens, dat kan. Maar ik denk persoonlijk dat aliens demonen zijn. Dat spirituele wezens zijn waar wij zeggen, oh dat is een alien. Maar het zijn dingen die wij niet begrijpen, want zij zijn niet tastbaar. Zij kunnen andere dingen, zij reizen door andere dimensies waar wij geen weet van hebben of aan het onderzoeken zijn. Maar ze zeggen wel van, oh de Bijbel doet er niet meer toe. Of dat zeiden ze. En vervolgens laat het zien wat de dingen waar ze nu mee bezig zijn, dat er wel meer is dan wat wij denken in eerste instantie. It's a few years that they're going to know that they know that they're going to come in contact with alien beings. I thought to myself, my. Do you boys, have you always known that you've got a certain date set? And what you think is an alien being is really a demon? There are no aliens out there, folks. Forget that stuff, okay? There's nothing out there. You get into the third heaven, you get into the abode of God. There's nothing up there. All these UFOs, spacecraft, flying saucers, all this stuff, that's all demonic. It's real, but it's demonic.
It's not real like we understand reality, but it's really real. It's demonic. I see a great deception beginning to develop. That in their analysis and in their laboratories that they believe in, that they've got their heart and soul tied up in, little things begin to show up, stuff that they can't explain, that sucks them in to begin to understand, well, maybe this is being affected, it's being acted upon by something that we don't understand completely. And this spirit being that comes from out there, that comes down to this world, they accept with open arms because they're willing to put Shiva out there dancing around in the cosmos and destroying and then bringing a new creation in. Here are these wise, smart, brilliant men, and they're willing to believe that there's something more than what can be measured in a microscope and can be. Ja, wat hij dus zegt is dat mensen bewust, of dat die wetenschappers dus bewust raken van de spirituele wereld, en in plaats van dat ze erkennen dat God bestaat, erkennen ze dus wel dat er duistere machten zijn, maar dat zullen zij niet als duister zien per se. Zij gaan juist die Shiva aanbidden. Ja. Ze gaan en hij zegt ook van dat hij denkt dat er een soort van waanbeeld gecreëerd wordt. En dat staat ook in de Bijbel, dat God een waanbeeld gaat creëren bij mensen. Hij zegt dat deze wetenschappers dit waanbeeld ook ontvangen. En dat ze daarom juist Shiva gaan aanbidden in plaats van God. Dat is wat hij zegt, van dat ze weten dat er iets anders is, maar in plaats van te zeggen dit is God, gaan ze deze God van vernietiging en een andere God van creatie aanbidden. Put in a petri dish that there's something going on, and you better believe there is. There's something going on. Now the spirit world that I just preached to you about, you can see that. Now what about the physical world? Let's go back to Hawking for a minute. He said, remember, he's an atheist. He doesn't believe in spirits. He's a dialectical materialist. He's a Bolshevik. He believes that what they're liable to do here in CERN, Switzerland, is unleash the gates of hell on this earth. The reason I took you to Revelation is because in the ninth chapter of Revelation, what you just read, is the gate of hell. Revelation chapter 4 is the door to heaven. Wat hij hier zegt is, wat Stephen Hawking denkt dat ze aan het doen zijn bij CERN, is eigenlijk dat ze de poorten van de hel aan het maken zijn. Dat is wat hij hier denkt, waar ze mee bezig zijn. En we moeten niet vergeten dat hij, Stephen Hawking zelf, niet geloofde in God. Hij was niet gelovig, maar dat hij dit vertelt, of verteld heeft, hij leeft nu niet meer. En dat Neil deGrasse Tyson onder andere ook hiervoor waarschuwt, moet ons echt wakker schudden en wakker maken dat wat hier gaande is, dat dit uitermate gevaarlijk is. En daar wil ik het nu bij laten. Ik wil u bedanken voor het kijken en ik zie jullie terug bij een volgende aflevering.